Er wordt op de vleerbasis in Ljouwert voor eerst net werken met de chrome size verven. Uit onderzoek docht blikken dat het ventilatiesysteem op de basis de kankerverwekkende stoffen in de verven net langer verwerken kan. De spuitcabine is verouderd, waardoor de concentratie van de verven zo'n 20 keer hoger is als tastien. De zware buien van tiersdagmiddag hebben hier en daar dochs voor skeer zwargen. In Surg rekken de zitgevel van een gebouw aan de fabriekstritten los. De gevel zwaaide gevaarlijk heen en weer. De brandwacht wist de gevel op tiert vast te zetten. Ook op orenplakken wie er skeer troch de huddewien. Bevrijdingsdag in Friesland had een groot succes geweest. Overal in de provincie kwamen bergen mensen al op de veteranentocht, met deelname van oude Canadese bevrijers. En ik het bevrijdingsfestival en het defilé waren er ook bezocht. Hoeveel mensen er krijgt Westa is nog net duidelijk. Een bijzondere oproep joet bij de regionale radiostuurder Radio NL in Snits. Harkes wordt vragen geld te doneren. De mij wil het radiostation de rechtszaken betalen die het nu al 4 aanhouden. Zolang zin het een van de concurrenten, en dat is 100% NL, klachten niet zin Radio NL. Het wordt joet een aardige dag, maar zo'n 15 graden, maar ik kans op rein. De zuidwestenwien wordt matig ontkrachtig en ons zee hut. Mon bewolkt en zo'n 14 graden, de westenwien is matig ontkrachtig. Het bleef dan meestal iets droog.